Daan, de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Helaas net met 3-4 verloren van ADO Den Haag. Hoe ervaarde jij de wedstrijd? Het is natuurlijk tegen mijn nieuwe club. Dus dan komt er wel iets meer spanning bij kijken. Ik denk dat we erg slecht begonnen aan de wedstrijd. Daarna pakte het wel op. Op zich gingen we met 2-2 de rust in, prima. En uiteindelijk, vooral de tweede helft, was echt een en al strijden. En dat deden zij ook. Ik denk wel een open wedstrijd. Leuk voor de toeschouwer. Ja, want twee doelpunten uit de hoekschop. Eén waarvan direct van Bo en één van Nicky. Oefenen jullie daar op deze training? Ja, en op deze niet per se. We oefenen meer op de varianten. Maar volgens mij heeft Bo ze allebei gemaakt, dacht ik. Geen idee. En je zei het al, je nieuwe club natuurlijk. Voor jou je laatste thuiswedstrijd. Na 4 jaar Excelsior en Excelsior Baandrecht. Hoe ervaarde jij je tijd hier? Ik heb 4 hele leuke jaren gehad. Heel veel mensen leren kennen. De trainers, de speelsters, de trainers dankbaar en de club ook voor het platform waarop we hebben gespeeld. En ik heb mezelf heel erg veel mogen ontwikkelen en daar ben ik erg blij mee.